De reden dat we dat doen is eigenlijk omdat ik op internet, op PHP Freaks Forum, heel erg veel mensen zie die wel object-georiënteerd proberen te programmeren, maar nog niet helemaal snappen wat het nou precies inhoudt en wat de principes zijn waardoor je het beter kan gaan doen. Een introductie in object-georiënteerd programmeren. Daarna wil ik even een uitleg geven over de principes die gehanteerd moeten worden op het moment dat je object-georiënteerd programmeert. Ik ga jullie ook wat vragen om te doen. Object-georiënteerd programmeren is mooi, maar het heeft zeker nadelen. Een klasse is inderdaad een blauwdruk van een object. Goed, eerst even een beetje syntax. Dan hebben we ook nog attributen. Vervolgens krijg je een methode. UML. Gedrocht van de taal. Query zeg maar binnen class user doen of hou je die uit de class user? Die ook al. Ik heb de voordelen van OO uitgelegd. Ik heb uitgelegd wat objecten zijn, wat de syntax is. De basisbeginselen zoals inheritance, overloading, dus het overschrijven van een methode. Interfaces, final en exceptions. Heel erg klein beetje UML. En de vraag is dit nou allemaal wel van belang?